Dinsdag 24 mei 2022. Ik ben Axel van BTC Direct en welkom terug hier weer op het YouTube kanaal. We gaan ook in deze video natuurlijk weer kijken naar de allerlaatste nieuwtjes wat betreft crypto, economie en alles wat zich een beetje aan het randgebied daarvan bevindt. En natuurlijk gaan we ook nog kijken naar de koersontwikkeling van Bitcoin. Doet hij nu wel of doet hij het nu niet? Het lijkt er nog niet echt op. We hangen nog steeds een beetje, net onder de $30.000 in ieder geval op dit moment. Bijzondere beweging die daarin zichtbaar is. Maar daarover zometeen meer natuurlijk. Eerst het laatste nieuws. Een rapport van de Fed laat zien dat vorig jaar zo'n 12% van de Amerikanen in ieder geval iets met crypto heeft gedaan. Luxe merk Balenciaga gaat ook crypto accepteren en volgt daarmee op verschillende andere luxe merken die recent dezelfde soorten aankondigingen hebben gedaan. PayPal op het World Economic Forum. Zij willen alle crypto's en chains zoveel als maar kan gaan omarmen. Vitalik, de arme man. Hij is niet langer miljardair, zegt hij zelf in ieder geval. En Drake, ook weer zo'n arme man, die verliest bijna 2,5 ton aan een crypto-weddenschap. We beginnen met PayPal. Die heeft gesproken op het World Economic Forum. En PayPal is natuurlijk een van de grootste aanbieders van online betalingsdiensten ter wereld. Als die dan iets vinden of te zeggen hebben over crypto, dan is het ook zeer zeker de moeite waard om daar natuurlijk even in te gaan duiken. Nou, ze bevestigen eigenlijk wederom dat ze inzien dat een wereld zonder crypto niet meer bestaat. Dat crypto ook eigenlijk gewoon op geen enkele manier meer genegeerd kan worden in de huidige wereld. Maar ook de economische wereld, ook natuurlijk in de betalingsverkeerwereld, noem het allemaal maar op. En daarom hebben ze tijdens het World Economic Forum dit jaar hun vice president laten praten. Richard Nash is dat. En die heeft daarop ook wederom laten weten dat het bedrijf echt alles op alles zet om zo diep mogelijk te integreren met crypto en blockchain technologie. En volgens Nash werkt PayPal op dit moment al hard aan het opzetten van allerlei diensten in de hele breedte. Alles dat dus te maken heeft met crypto. Onder meer het aanbieden van digitale valuta natuurlijk, CBDC's, dat zijn zaken die hoog staan op de prioriteitenlijst van het bedrijf. Daar hebben ze natuurlijk al een begin in gemaakt. 2020 toen startten zij met het aanbieden van diensten waardoor in ieder geval gebruikers in de VS crypto konden gaan kopen, verkopen en zelfs bewaren ook binnen dat hele platform. En de plannen die waren al en blijven dus ook om dit zo snel mogelijk, zo groot mogelijk uit te gaan breiden. Nou, daarnaast laat Nash ook weten dat ze actief op zoek zijn naar verschillende, zoveel mogelijk zelfs samenwerkingen, om alles te kunnen omarmen wat ze maar kunnen vinden, waar ze maar tegenaan lopen wat betreft crypto. En daarom spreekt hij ook al over de toekomst. Niet alleen in wat nu beschikbaar is qua projecten, tokens, munten, noem het allemaal maar op. Maar hij wil juist ook vooruit gaan kijken en daarin haalt hij ook specifiek CBDC's aan. Daarin zijn natuurlijk verschillende landen, veel landen zelfs wereldwijd, zich op dit moment aan het verdiepen. Dat zal ongetwijfeld in een aantal van die gevallen ook een gevolg gaan krijgen en daar willen ze dus vooraan staan. En ook direct voor een integratie daarvan gaan zorgen. Verder laat hij ook nog even terloops doorschemeren dat hij ja, ook zelf investeert in cryptocurrencies. En er dus ook volop vertrouwen in heeft. En al met al past dit hele verhaal natuurlijk weer precies in het plaatje van eerdere aankondigingen die het bedrijf al heeft gedaan. Niet alleen aankondigingen, ook stappen die ze echt al concreet hebben gezet. Zo maakten ze bijvoorbeeld eerder dit jaar was dat nog bekend dat ze ook aan het kijken zijn naar het uitgeven van mogelijk een eigen stablecoin. Niet alleen onder de bedrijven vindt crypto steeds meer tractie, ook onder de particulieren. Dat blijkt wederom uit een nieuw rapport van de Fed dat naar buiten is gebracht. En daaruit blijkt dat maar liefst 12% van de Amerikaanse bevolking vorig jaar crypto heeft of gebruikt als betaalmiddel of als investering. Maar er in ieder geval dus op een van die manieren mee in aanraking is geweest. En daarin is ook direct een duidelijke tweedeling zichtbaar. Opvallend zelfs. Als je gaat kijken naar het aantal Amerikaanse crypto-investeerders, dat dus heeft gedaan echt als investering, hebben die over de hele breedte genomen relatief hoog inkomen. Terwijl we juist zien dat de 3% van de bevolking die het heeft gebruikt voor overboekingen precies in de tegenovergestelde categorie valt. Van de mensen die crypto gebruikt voor overboekingen heeft zelfs nog 13% geen toegang tot een reguliere bankrekening. Dus bijzondere tweede. Voor het investeren zijn het meer de vermogenden die ermee aan de haal zijn gegaan. En aan de andere kant bewijst het juist het nut in de kern waar het ooit voor bedacht is. Om voor mensen het doen van transacties zelfs zonder toegang te hebben tot een bankrekening gemakkelijk en überhaupt mogelijk te maken.
11% van de Amerikaanse volwassenen die dus crypto koopt, doet dat als investering. 2% doet dat voor betalingen en 1% om geld naar vrienden en familie te sturen. Bitcoin en dus eigenlijk ook alle andere crypto's die dienen dus een aantal doelen in de VS. Maar goed, investeren staat nog altijd by far bovenaan. Dat blijkt in ieder geval dus ook uit dit rapport. 46% van die Amerikanen die dat dan ook als investering heeft aangekocht, die verdient een jaarsalaris van tenminste 100.000 Amerikaanse dollar. Zo'n 29% uit die groep verdient minder dan $50.000 per jaar. Van de mensen die crypto gebruiken, juist de andere kant van het spectrum voor het doen van overboekingen, heeft slechts 24% een inkomen van $100.000 per jaar of meer. En 60% van deze groep die verdient dus minder dan $50.000 per jaar. Verder nog interessant dat 27% van die gebruikers geen creditcard heeft. En 13% van die specifieke gebruikers dus niet eens toegang tot een bankrekening. Verder blijkt uit dit rapport waarin ze naar de gehele bevolking gaan kijken dat zo'n 6% van de Amerikaanse bevolking op dit moment dus geen toegang heeft tot een bankrekening. En dan hebben we het dus over een van de meest welvarende landen ter wereld, waar dus nog steeds een behoorlijk percentage niet kan meedoen in het financiële verkeer, waarin dit dus ook op kleine schaal blijkt nu al een mooie oplossing kan bieden. Ze volgen elkaar de laatste tijd weer een rap tempo op. Merken, met name luxe merken, die crypto gaan accepteren als betaalmiddel voor hun producten. De laatste Balenciaga, die gaat daarmee onder andere Gucci dus achterna. Het merk heeft namelijk onthuld dat ze hun betalingen in cryptocurrencies gaan accepteren. Ze gaan daarmee beginnen, zoals ook bij de vorige aankondigingen steeds weer bleek, in de VS. En ze zullen die optie vervolgens gaan uitrollen vanuit dat stukje naar andere landen. Nou, Balenciaga die gaat eerst crypto accepteren in de flagship stores, zoals ze het zelf noemen. Dan hebben we het in ieder geval over de winkels op Madison Avenue in New York, Rodeo Drive in Beverly Hills. Dat is natuurlijk waar het geld sowieso al rolt. Daar gaan ze dan mee starten. Nou, daarnaast kun je in de VS dus in sommige gevallen ook al met crypto gaan betalen op de website. En ook die dienst zal uiteindelijk uitgebreid moeten gaan worden. En ook in meerdere regio's. Met name dus online, dat het op korte termijn uitgerold moet gaan worden. Nou, daarmee gaan ze dus niet alleen Gucci, maar ook bijvoorbeeld Tag Heuer, horlogemerk achterna. Sinds kort hebben die dezelfde stap genomen, het accepteren van crypto dus voor hun producten. Terwijl van Balenciaga moeten ze wel nog wat knopen gaan doorhakken over welke betaaloplossing ze aan de achterkant daarvoor gaan gebruiken. En dus ook welke crypto's ze allemaal gaan accepteren. Nou, Bitcoin, Ether, die beide lijken in ieder geval wel een zekerheidje. Maar zeker weten doen we het nog niet. Het is wel heel waarschijnlijk dat het in totaal 12 crypto's gaan worden, waarvan 5 stablecoins. Dat is namelijk ook het geval bij Tag Heuer en ook bij Gucci. Ja, als ze dat hele plaatje dus zouden gaan kopiëren, wil dus zeggen dezelfde verwerker aan de achterkant gaan kiezen, dan zou het dus die betaaloplossing van BitPay kunnen gaan inhouden. En dan weten we al ongeveer hoe het er gaat uitzien. Hoe dan ook, ze gaan het doen. Ze zijn ermee gestart. Weer een mooie, belangrijke toevoeging aan dat lijstje. Vitalik Buterin natuurlijk, medeoprichter van Ethereum. Wie kent hem niet? De man deed goede zaken, op dit moment iets minder. Want hij komt er maar bekaaid van af. Hij heeft op Twitter laten weten dat hij niet langer miljardair is. De huidige beermarkt heeft zijn portfolio ook van deze beste man flink doen dalen. Was waard zo'n $1,4 miljard en nu iets minder dan $600 miljoen Amerikaanse dollar. Steeds een hoop geld, maar ook een heleboel verlies, wat we dus mee te maken hebben daarin. Dat laat hij overigens niet zomaar weten, niet dat hij dit zomaar op de Twitters slingert. Maar het was als een reactie op een tweet die beweerde dat bijvoorbeeld Elon Musk en Jeff Bezos miljardairs zijn met een aandachtstekort. Hij nam het op voor deze twee miljardairs door middel van onder andere deze tweet. En dan is het natuurlijk het mooie aan de blockchain dat we de inhoud van de tweet, om ons daar even toe te beperken, van Vitalik ook kunnen gaan verifiëren. CoinMarketCap die laat zien dat die waarde van Vitalik Buterin flink is gedaald. In ieder geval de waarde van Ethereum. En als we dan gaan kijken naar wat er hem wordt toegeschreven, in ieder geval wat bekend is, de wallets die hem toebehoren, zo'n 290.000 Ethereum, heeft op dit moment dus inderdaad een waarde van net onder de $600 miljoen, zo'n €560 miljoen dat dan is. Dat betekent zo'n 42% ingeleverd ten opzichte van de waarde wat het maximaal is geweest. De wallets die dus in kaart zijn gebracht die hem toebehoren.
Nog steeds een mooi geldbedrag, behoort niet meer tot de 3 comma club. Dat is in ieder geval waar dat het nu op lijkt. Maar er zijn ook wel wat schattingen hier en daar die nog enkele tientallen miljarden hoger liggen. En daarbij worden verschillende andere projecten en munten genoemd waar Vitalik ook grote hoeveelheden van zou bezitten of hebben bezeten. Zoals bijvoorbeeld de Shiba Inu en ook van Doge. En dan zou het nog een stuk hoger uitkomen. Maar dit is in ieder geval wat op dit moment verveerbaar is. Nog zo'n man waar dat we natuurlijk alleen maar medelijden mee kunnen hebben. In dit geval Drake, die verliest met een Bitcoin bet. Zomaar even $230.000 Amerikaanse dollar aan Bitcoin in ieder geval. Hij haalt vaker dit soort grappen uit, dat hij behoorlijke bedragen inzet. Dat doet hij dan vaak met cryptocurrencies tegenwoordig. In dit geval had hij ingezet op de uitslag van de recente Formule 1 race in Barcelona. Hij hoopte op een winst voor Leclerc. Uiteindelijk was dat niet het geval. Onze eigen Max Verstappen, die natuurlijk met die nummer 1 positie vandoor ging. Kost hem dan dus ook $230.000. Als hij wel gelijk had gehad, had hij in korte tijd zo'n $100.000 winst kunnen maken. Maar helaas, dit keer loopt het niet helemaal goed af. Ik zei het al, dat doet hij vaker. Het is natuurlijk niet dat je dat zomaar lukraak overal bij iedere Holland Casino of zo kunt doen. Het inzetten van je bitcoin voor het plaatsen van een bet. Want het kan wel bij bijvoorbeeld het platform Stake. Daar heeft Drake zich ook aan verbonden. Heeft hij een samenwerking mee, plaatst vaak dit soort zaken. In de eerste plaats ben dan natuurlijk zeer voorzichtig mee. Deze man die kan het wel hebben, zo'n stootje. Maar wees daar voorzichtig mee. Maar hij zet in ieder geval dus regelmatig zijn crypto in voor verschillende sportbets. Is onderaan de streep nog steeds lucratief gebleken voor hem. Hij heeft daar flinke klappers in gemaakt. De laatste paar keren gaat het even wat minder goed. Maar hij hoeft nog steeds niet van droog brood te leven, gelukkig. Ondertussen is er nog meer gaande in de crypto-markten. En in dit geval in de koers van Bitcoin. Ga ik je vertellen in de koersen. Koersen op tradingview.com. En wat er dan gaande is, is eigenlijk nog steeds negativiteit. Want we hebben al 8 weken op rij rood gesloten. En deze week die open al rood. En dat lijkt hij nu nog door te gaan zetten. Zie je hier op de weekcandles Bitcoin uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Data afkomstig van Bitstamp. Dit is het exemplaar waar dat we nu in zitten. De dinsdag, een min van 3,4% waar dat we mee te maken hebben. Is jammer. Is het nog erger eigenlijk omdat we hier natuurlijk al een negatief record hebben gezet van het aantal weken aan één gesloten rood gesloten. Maar we zitten nu met name verder onder deze belangrijke zone. Gisteren al naar gekeken. Toen zaten we er eigenlijk nog nipt in. Toen was dat gevecht net gaande. Klein wick hier naar boven toe. Dat betekent dan in dat geval ook dat we net boven de $30.000 handelen. Maar we zijn hem toch echt langzaam maar zeker aan het verliezen, lijkt het. Want we zijn iets naar beneden aan het afglijden. We hebben hier al wat lager gezeten. Dieptepunt tot zover 28.839 komt ongeveer overeen met dat dieptepunt van vorige week. Uiteindelijk wisten we daar natuurlijk nog een mooie hammer te noteren. Aan de bovenkant een body dus wat hoger geclosed dan het laagtepunt dat we hebben gehandeld in die week. Maar deze week zijn we toch verder aan het afzakken, ondanks het signaal dat hiervan uit had kunnen gaan. Blijkt dus een vervelende resistance, een vervelend gebied om in terug te komen. De dag kun je dat al een klein beetje gaan zien. Hoe dat zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Ja, af en toe dan piepen we er even in terug. Maar echt overtuigend in terugkomen. Het nemen van deze stap over die 30.000 en vanaf daar weer hier naartoe. Daar boven die 32 gaan closen. Ja, dat zit er dus gewoon nog steeds niet in. Gisteren uiteindelijk dus flink afgestraft. En vandaag hebben we daarom ook weer in het gebied daaronder te handelen. Als we dan nog even wat verder gaan inzoomen, hier naar de uurcandles, ja, dan zie je ook wat beter hoe dat is gegaan. Natuurlijk is er een duidelijke resistance gaande. Je ziet hier ondertussen dat we zo achter in de 28.000 nog een mooi supportgebied hebben, of eigenlijk een mooie zone dat hier ligt, waar dat we tot nu toe nog constant van uit hebben kunnen gaan. We hebben hier alleen één flinke dip naar beneden gehad, natuurlijk naar het ultieme dieptepunt, hier rondom 12 mei dat gebeurde. Vanaf daar redelijk snel weer hersteld naar dit punt waar dat we ons tot nu toe nog steeds aan vast hebben kunnen houden. De vraag is nu natuurlijk, gaat dat nu voor de zoveelste keer lukken? Je ziet hier dat we weer terugzakken naar die onderkant vanuit daar een klein beetje omhoog inzetten. Maar rondom die 29,5, dus nog niet eens in de buurt van die 30 op dit kleine plaatje bekeken in ieder geval. Ja, wordt dat weer gestokt? Nou is het wel zo dat we dat ook de laatste keren met een behoorlijke kracht korte tijdspannen dat we zien dat wel behaald kan worden nadat we langere tijd op die onderkant hebben gehandeld. Dat we hopen dat het nu dus weer gaat lukken, dat we hier even tot rust komen, dan een nieuwe groeispurt kunnen gaan inzetten om nieuwe poging te gaan doen om hier echt in terecht te gaan komen. En dat blijkt dus steeds lastiger.
Je ziet dat we het hier in de eerste instantie nog met twee wat hogere piekjes kunnen doen. Daarna vlak dat een beetje afkomen. Daar steeds maar net in terug. Maar doorzetten, ja, dat doet het echt niet. En dat wordt dus wel steeds belangrijker. We moeten uiteindelijk weer boven die 32.000 uit gaan komen. Ja, waarom? Je ziet het hier. Als we er helemaal in zitten, hebben we in ieder geval een beetje marge. En die onderkant erin komen wordt steeds moeilijker. Het is een belangrijke oude en stevige zone. Daaronder moeten we natuurlijk in een gebied gaan kijken, helemaal tot aan de $20.000, waar dat we nu overigens ook gewoon in zitten al. Daartussen hebben we natuurlijk nog wat houvast, 25, uiteindelijk zelfs de 24.000, maar dat zijn toch wel weer bedragen die een stuk verder naar beneden liggen, maar die wel steeds vaker ook een beetje de boventoon gaan voeren, die steeds vaker gaan terugkomen in analyses waar steeds vaker over gesproken wordt. Waarom? Nou, omdat het dus zo moeilijk blijkt op dit moment om hier echt in terug te keren. Dinsdag en toch al de ene laatste video voor deze week beland. Morgen is de laatste, daarna is het even een lekker lang weekendje. Die week erop en maandag weer terug. Maar dat is nog niet zover. Morgen ben ik er dus wel gewoon nog voor je. Hoop je hier dan ook weer terug te zien. Subscribe jezelf even op het kanaal. Duimpje omhoog, kun je niet missen. Zeer graag dat wij die in ontvangst nemen. Goed je weer gezien te hebben. Ga dadelijk lekker genieten van deze prachtige avond. En dan spreek ik je morgen natuurlijk weer op het YouTube kanaal van BTC Direct. Tot dan weer. Doeg!